Welkom bij Mystic Angel Radar Tarot. Ik ben Radha. Dit is de maandelijkse reading voor de maand oktober 2022 voor de Ram. Ik heb de kaarten al gelegd, dus ik ga gelijk beginnen met de reading. De energiekaart is visualiseer succes. Visualiseer dat je succes hebt in deze situatie en heb vertrouwen in een positieve uitkomst. Ja, dus hoe positiever jij denkt en visualiseert, hoe meer positieve dingen naar je toe gaan komen. Dus denk deze maand positief. En visualiseer dat ook, dat je ook succes hebt. Visualiseer succes. Blijf positief, zodat je succes kan hebben. Dat is de energiekaart. De begeleidende kaart is appreciation. Dat betekent dat als je waardeert... als je dankbaar bent voor de dingen die je hebt, hè, en dankbaar bent voor wat je tot nu toe hebt bereikt. Dus ik zou maar meer dankbaarheid, een lijstje maken van dankbaarheid, waar je allemaal dankbaar voor bent. Dat zal jou meer in balans brengen. Dat zal jou, gaat jou meer laten bloeien. Meer, je gaat groeien en bloeien. Dus maak een lijstje van dankbaarheid. Waar je dankbaar voor bent. En dan heb ik hier licht. Ja, ik zit even iets te kijken. Want... Even kijken hoor. Ik zie hier een aantal van die kaarten zitten, maar ik weet niet waar vandaan allemaal. Ja, ik heb hem. Oké. Nou, ik heb hier licht. Jouw licht is aan het stralen. Je staat in je kracht. Ja, dus liefde en licht. Daar ben je wel in balans mee. Wat jou eigenlijk blokkeerde was de spirituele groei waar je in zat. En dat heeft jou dus geblokkeerd en... Ja, was er dus een stagnatie van vertraging. Dat heb je dat waarschijnlijk gevoeld of gemerkt aan jezelf. Van de dingen gaan niet meer zo snel vooruit. Maar nu weer wel. Als jij zo'n transformatie of een spirituele groei doormaakt. Hè, dat jij aan het groeien bent voor die mooie bloem die eruit komt, zeg maar. Dan is er heel veel geduld voor nodig. Omdat alles stagneert. Het gaat niet meer vooruit. Je wil vooruit, maar het lukt niet. Wat je ook probeert, wat je ook doet. Dan zal je toch wel voor jezelf even moeten terugtrekken. Even geduld moeten bewaren. Ga meer ontspannen. Ga meer mediteren. Ga meer buiten lopen. Ga meer de natuur in. Zodat jij weer opgeladen wordt. En dat je weer verder kan. Kijk, dus wat ik al zei, hè, in het verleden had jij dus een krachtige transformatie. En waardoor jij dus gestagneerd voelde. Hè, waardoor er vertraging was. En het universum helpt jou met de ontevredenheid en verveling. Misschien door de stagnatie dat je begon te vervelen. Je wist niet meer welke kant je op moest. En je voelde gewoon niet lekker in je vel. Je kwam maar niet vooruit. En maar weet dat er dus gewoon heling heeft plaatsgevonden. En dat jij nu weer verder kan gaan. Want in de nabije toemst gaat je kruinchakra wat meer open. Zodat je krachtige boodschappen gaat ontvangen. Dus je bent spiritueel sowieso gegroeid. En je gaat heel veel boodschappen ontvangen. Schrijf die boodschappen ook op. Het kan ook in de vorm van dromen komen, de boodschappen. Kan ook in de vorm van tekens komen. Dus let op wolken, dieren, dubbele getallen, woorden die voor je langs heen komen. Dingen wat je gevraagd hebt, wat er zeg maar gaat komen. Dus let goed op de boodschappen die je krijgt.
Je werkt aan om, nou ja, je werkt aan om één te worden met jouw vrouwelijke energie en je mannelijke energie. En die komt samen één. De onvoorwaardelijke liefde, dat is de zelfliefde voor jezelf. De onvoorwaardelijke zelfliefde. Daar ben je naartoe aan het werken. Maar in je relaties en omgeving zie ik conflicten en nederlaag. Dus mocht het zijn dat er zoveel conflicten zijn of mensen die je echt neerhalen, is het voor jou handig om, om een stapje terug te doen. Dus je, om jezelf terug te trekken. En ja, als er weer contact mogelijk is, dan weer op een later tijdstip of een andere dag weer te gaan communiceren erover. Als het kan. En als het niet kan, dan laat je voor wat het is. Want het heeft geen nut om met erover te gaan praten als de andere partij maar blijft. Hè, dat er alleen maar toch de conflict achterblijft en de nederlaag ook. Dus dan heeft het geen nut om met diegene te praten. Want dan is het ook zo van dat de andere partij het ook nodig heeft om aan zichzelf te gaan werken. Zodat diegene kalmer wordt. En ja, als van beide kanten even niet gaat, dan is het gewoon heel erg verstandig om jezelf toch van terug te trekken. Maar weet dat daar wel verandering in gaat komen. En meestal als je dan boos bent, dan zeg je wel eens dingen die je niet meent. Of dat je gezegd hebt en dat je dan spijt van hebt. Dus is het beste, trek jezelf alsjeblieft terug. Bij hoop en vrees heb ik financiële en materiële veranderingen. Dat betekent dat er weer, mocht jij ervaren hebben dat het financiën niet zo lekker loopt. Of op materieel gebied, hè, eten, drinken of je kan nu minder kopen of wat dan ook. Weet dat daar verandering in gaat komen. Er komen positieve veranderingen ook in je financiën en je materiële gebied. Ja. Wat ik hier zie is dat jij, en dat is de uitkomstkaart, dat jij heel veel wijsheden vergaart, meer zelfvertrouwen krijgt en ja, meer toch wel naar binnen gaat richten, waardoor je meer de wijsheden gaat krijgen. Wat ik ook hier zie is dat er meer zelfliefde is, ook meer liefde in familie, gezin. Dat er ook daar meer de onvoorwaardelijke liefde naartoe komt. Maar ook de zelfliefde. Je bent liefde en licht en dat ga je gewoon uitstralen. Dan heb ik hier verheugen in viering. Dus het kan zijn dat je misschien iets gaat vieren. Een slagen, iemand die geslaagd is. Iemand die, of een verjaardag of een bruiloft of wat dan ook. Maar er zal iets gevierd worden. Dus ja, wat voor jou resoneert, hè? Wat er bij jou past, dat zal jij gaan vieren. En het kan ook zijn vieren van het leven, dat je dat weer terug hebt. Dat je gaat weer genieten van het leven. Dat voel ik ook hierbij. Dat je meer gaat genieten van jezelf of van de natuur of wat dan ook. Maar ja. Dit is de... Oh, wacht. Nog één. Nog een boodschap. Een grote boodschapkaart. Dat is nummer 12, het Westen. Sleutelwoorden, herstel, creativiteit, dromen. De chaos van de wereld om je heen heeft je een slecht gevoel gegeven. De kaart van het Westen betekent dat het tijd is om je terug te trekken. Eens naar jezelf te kijken, je lichaam, je geest en je ziel rust te geven. Ga de stilte binnen, waar dromen worden geboren, om te worden geheeld op het diepste niveau. Luister naar de hartslag van een... Luister naar de hartslag van onze grote moeder en voel de polsslag van eenheid.
die het bloed is van haar ware bestaan. Ontdek die rustige plek van binnen, waar je naar je dromen mag kijken en ze kan koesteren voordat ze naar buiten brengt. Bid voor leiding die je nodig hebt en vergeet niet de geest te bedanken voor de antwoorden die je krijgt. Binnen de meditatieve staat van het Westen kunnen we in verbinding komen met de bron van dromen en onze eigen creativiteit weer aanvullen. Gebed. Geestkrachten van het Westen, leid me op mijn reis naar de stilte, waar ik de geest van mijn dromen tot leven mag voelen komen. Help me mijn creativiteit te vergroten, zodat mijn geest weer meer in evenwicht en harmonie komt. Ja, dus voor jou is het ook heel erg belangrijk, omdat er zoveel dingen gebeurt, hè? De transformatie, spirituele groei, de conflicten en de nederlaag, is het heel erg belangrijk om te gaan mediteren, om je naar binnen te keren, zodat je kan herstellen, je dromen kan waarmaken, je antwoorden kan krijgen. En ja, dat jij gewoon echt de wijsheid die jij bezit van binnen, dat naar buiten mag gaan komen. Ja, de liefde en licht die jij bent, dat mag meer naar buiten komen. En dat kan je ook echt op de meditatieve stand doen. Nou, ik hoop dat je wat aan deze boodschap had, lieve Ram. Je kan een WhatsApp-reading winnen. Mocht jij een WhatsApp-reading willen winnen, laat hieronder deze video weten. Dan kan je 2 vragen stellen en je krijgt een boodschap-reading van mij. Dus mocht je dat willen, laat hieronder deze video weten. Like, abonneer en laat belletje rinkelen om mijn video's te ontvangen. De WhatsApp reading die je kan winnen, dat laat ik je binnen 3 dagen weten. Dat is dan op de zondag. Ja? Als je een van mijn andere diensten wil, laat dat dan via de WhatsApp weten. Oké, nou, tot de volgende keer. Doei doei!